De werking van de vloeistofthermometer. Maak opnieuw weer aantekeningen in je schrift. Je docent kan er naar vragen en het kan je helpen bij de voorbereiding op je toets. Voordat we aan de slag gaan met de thermometer, is het goed te weten op welk natuurkundig principe deze werking is gebaseerd. Het blijkt zo dat stoffen die warm worden, uiteindelijk meer ruimte gaan innemen. Ze gaan uitzetten. Hier op de foto zie je hier een extreem voorbeeld van. Het metaal waar de rails van gemaakt is, is heel erg uitgezet onder invloed van de warmte. De enige manier om de nieuwe extra lengte kwijt te raken is door in allerlei rare bochten te gaan liggen. Ik denk niet dat hier nog een trein netjes overheen kan rijden. Ook bijvoorbeeld bij het maken van bruggen houdt men rekening met het feit dat het brugdek dus langer wordt als het warmer wordt en dat het brugdek korter wordt op het moment dat het afkoelt. Door een rooster, zoals hier op de foto staat, aan te brengen in het brugdek, blijft het mogelijk voor auto's om er overheen te rijden en is het brugdek bestand tegen behoorlijk wat temperatuurveranderingen. In een thermometer wordt ook gebruik gemaakt van dit principe. Onderin een thermometer, in het reservoir, bevindt zich een behoorlijke hoeveelheid vloeistof. In dit geval is het alcohol, waar een beetje rode kleurstof doorheen zit zodat het zichtbaar is. Ook wordt wel kwik gebruikt. Kwik is te herkennen aan een zilveren glans. Als de vloeistof in het reservoir warmer wordt, dan gaat het meer ruimte innemen, het gaat uitzetten. Het reservoir zit behoorlijk vol en de enige plek waar het nog uit kan zetten is de stijgbuis in. Hoe warmer het wordt, hoe meer de vloeistof uitzet, hoe hoger uiteindelijk het niveau in de stijgbuizen wordt. Nou, wil je uiteindelijk dan ook weten welke temperatuur dit precies is? Dan heb je een schaalverdeling nodig. Het aanbrengen van een schaalverdeling is nog best een secuur klusje. Dit kan je doen door een eiking uit te voeren. Hierover gaat een ander filmpje weer. Wil je een thermometer nauwkeuriger maken... Dan zijn er twee dingen die je kunt doen. Het eerste wat je zou kunnen doen is een grote reservoir gebruiken. Hierin gaat meer vloeistof. Als de temperatuur hoger wordt en je hebt meer vloeistof, dan zal de uitzetting ook veel groter zijn. Hierdoor zal de vloeistofniveau in de stijgbuis veel sneller omhoog gaan en bij afkoeling weer naar beneden gaan. Je zou ook gebruik kunnen maken van een nauwere stijgbuis. Door een stijgbuis smaller te maken heeft een kleine temperatuursverandering al een heel groot effect in een nauwe stijgbuis? Op deze manier kun je een nauwkeurige thermometer maken, maar er zit ook een nadeeltje aan. Wil je een groot bereik houden, zoals we hier ook hebben, van min 40 tot plus 50 graden Celsius, dan wordt het een enorme lange thermometer en dat is niet altijd even handig.